Goedenavond mensen. Vandaag naar een hele positieve ervaring op de Australian Open. Voor de tennissport denk ik dat er weer een heel veel aandacht in de media is geweest voor tennis. Ook wel in Nederland. Ik heb net nog naar Umberto Tan gekeken, waar John van Lotten was uitgenodigd en Jack van Gelder. Over de geweldige finale die we natuurlijk gezien hebben. Ik verbaas me wel een beetje over de hilarische, misschien het verkeerde woord, de extreme berichtgeving over deze finale. Het was natuurlijk een super geweldige wedstrijd, maar we weten natuurlijk wel met wie we te maken hebben. We hebben natuurlijk wel met Roger Federer te maken, die natuurlijk altijd in staat is om natuurlijk geweldig tennis te laten zien. Het blijft een mooie comeback en het was een geweldige wedstrijd en een promotie voor de tennissport, denk ik. Daarentegen heeft de KNLTB inderdaad, vind ik zelf, behoorlijk de slag gemist rondom deze positiviteit voor de tennissport. Ze hebben er niet of nauwelijks op ingespeeld. Ik denk dat er veel kansen zijn. Dat ze veel kansen hebben laten liggen voor de tennissport. Deze afgelopen 2 weken. Ze hadden veel meer positiviteit eraan kunnen geven. En als klap op de vuurpijl hebben ze ook nog vandaag. Kwam er ook nog een negatief. Nieuws naar buiten. En ze hebben eigenlijk gewoon. Sportief directeur Jan Siemering ontslagen. Naar mijn mening terecht. Want, op mij heeft hij nooit vanaf het begin af aan eigenlijk geen goede indruk gemaakt. Hij had volgens mij ook nog helemaal niet de credentials daarvoor. Zo had hij het helemaal niet de ervaring daarvoor. Hij had helemaal niet volgens mij de skills daarvoor om zo'n belangrijke job uit te voeren. Op papier dan. Want in de praktijk blijkt het gewoon eigenlijk dat je dat gewoon... Dat is volgens mij gewoon een. Je bent gewoon een marionet van de heer Teung en consorten. Je mag gewoon uitvoeren van wat ze van bovenaf hebben beslist. En vooral de gang van zaken, hoe dit gegaan is, is natuurlijk wel erg vreemd. Want opeens hij komt terug vanuit Australië, waar hij ook nog eventjes 2 of 3 weken. Op de kosten van de KNLTB heeft vertoefd en dan kom je terug en dan binnen een paar dagen komt er eigenlijk een ontslag of ze willen eigenlijk niet doorgaan met de samenwerking. Worden er geen functioneringsgesprekken gehouden daar of hoor je toch al veel langer te weten dat Jan Siemering niet eens is met dit beleid of dat er grote verschillen zijn in de visie enzovoorts. Dus dat vind ik wel een laat stadium, want ze zijn al in een vergevorderd stadium van de plannen. Ook wederom super vage, hele vage berichtgeving over dit voorval. Daar verbaas ik me niet meer over. Ik hoorde Erik Poel op de radio en ik vind het een hele slimme man. Ik vind het een... Aan de leiding van dit bedrijf / bond doet hij het naar mijn mening erg goed. Hij houdt dat schip zeilende. Ik weet niet voor hoe lang, maar we zullen zien. Ik vind het wel een knappe job. Maar goed, in de context van positiviteit naar de tennissport en ook nog een keer vandaag dat slechte nieuws op deze manier brengen, vind ik nog steeds een beetje een raar verhaal. Ik verbaas me echt er helemaal niks meer over wat er in Amersfoort gebeurt. Ik zou niet weten wat er nou gaat gebeuren verder. Ik denk dat het zal wel een misschien een Alex Reiners worden of een Jacco Elting of zo die dat uiteindelijk gaat oplossen, of invullen. Want normaal moet dat natuurlijk een functie zijn waar natuurlijk ook visie en visie bij hoort en ook natuurlijk daadkracht en ik twijfel of je dat hebt in die functie binnen deze organisatie. Dus iedereen die daar aan begint zal denk ik een marionet zijn. En daar zullen dus geen mensen met inhoud op gaan solliciteren of op zeggen. Dus aan de ene kant een goede ontwikkeling voor tennis, dat Siemering eruit is denk ik. Want hij voegt niks toe. Ik vond hem ook 2 keer heel matig op het congres.
Maar goed, wat zal de opvolging zijn? Ik verwacht er eigenlijk er niet veel van. Dus we zullen zien hoe het zich verder ontwikkelt. Ik hoop dat jullie de volgende keer ook nog een keer naar mijn nieuwe vlog kijken. En we komen binnenkort met heel veel nieuwe items en heel veel nieuwe video's. Bedankt voor het kijken.